Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het goed in ieder geval. We hebben ondertussen al aardig wat stappen gemaakt als het gaat om spiergroei. Zo hebben we gekeken wat er naast de voeding voor nodig is om spiermassa op te bouwen. Hebben we de voeding volledig opgezet. En heb ik geprobeerd dit praktisch te maken door boodschappen met jullie te doen. Je zou dus nu in staat moeten zijn om te beginnen. Alleen loop je dan tegen het volgende probleem aan. Hoe weet je nu of je progressie maakt? En al jouw harde werk dus niet voor niks is. Want uiteindelijk is er niks zo vervelend als ergens heel veel tijd en moeite in stoppen, maar er niks voor terugkrijgen. En dat is dus waar ik het in deze video met jullie over wil hebben. Alles over het bijhouden van jouw progressie wanneer je spiermassa probeert op te bouwen. Dus mocht je dit soort video's nou leuk en handig vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te klikken, want er komen veel meer van dit soort video's aan en hoef jij die dus niet te missen. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan misschien wel wat hulp gebruiken bij het spiermassa opbouwen, vetverlies en of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen, kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website en daar staat mijn 1-op-1 coaching. Maar dat gezegd hebbende, laten we eerst eens kijken naar wat we allemaal kunnen bijhouden en waarom we liever meerdere dingen bijhouden om aan de hand daarvan te bepalen of we vooruit gaan ja of nee. Maar laten we beginnen met waarvan ik denk dat het de grootste voorspeller is en daarmee dus ook het belangrijkste is om het uiteindelijk bij te houden, namelijk je trainingsprestaties. We hebben het in de eerste video van deze serie al gehad over dat krachttraining uiteindelijk de belangrijkste prikkel is voor het opbouwen van spiermassa. Zonder krachttraining dan zal je uiteindelijk niet zo heel veel spier opbouwen. En nou hoeft een sterkere spier niet altijd te betekenen dat het ook daadwerkelijk een grotere spier is. Of het feit dat jij sterker wordt in een bepaalde oefening hoeft ook niet altijd te betekenen dat er spiergroei ontstaan is. Want je kan simpelweg ook beter zijn geworden in de oefening, je lichaam kan wat aanpassingen hebben gemaakt. Maar over het algemeen is een sterkere spier wel een grotere spier. Dus zeker op de lange termijn, wanneer je die eerste leerfase van een oefening al gehad hebt en je daar dus niet heel veel progressie meer mee kan maken, is het een hele goede proxy of een hele goede graadmeter of je spiermassa aan het opbouwen bent, ja of nee. En moet je dan echt elke oefening bijhouden van je trainingen? Het liefst wel, maar het hoeft niet. Je kan ook 1 of 2 oefeningen bijhouden. Dat je gewoon tegen jezelf zegt, oké, ik ga 3, 4, 5 en of 6 dagen naar de sportschool. En in die 3, 4, 5 en of 6 dagen heb ik standaard 1 of 2 oefeningen waar ik mee begin. Die hou ik bij en de rest kan ik vrij indelen. Je trainingsprestaties zijn voor mij echt de basis. Want van alles wat je kan bijhouden is dit echt by far de beste voorspeller of je spiermassa aan het opbouwen bent, ja of nee. En als er dus iets is wat je meeneemt van deze video, laat het dan zijn dat het verstandig is om in ieder geval wat van je oefeningen bij te houden. Het mooiste zou zijn allemaal. Alleen kunnen we nog wel naar meer kijken dan alleen je trainingsprestaties. Want alhoewel het een goede voorspeller is, geeft het zeker niet het volledige beeld. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook nog gaan kijken naar gewicht. Want hoe je het ook bent of keert, spiermassa weegt daadwerkelijk ook wat. En als je dat dus aan het opbouwen bent en voor de rest blijft alles hetzelfde, zal je gewicht dus omhoog gaan. Er zijn wat uitzonderingen als je echt net nieuw bent in de sportschool en jij hebt ervoor gekozen om je calorieën rond onderhoud te plaatsen, misschien net iets erboven, dan kan het zo zijn dat je gewicht stabiel blijft, maar spiermassa opbouwt en vet verliest tegelijkertijd. En hoe wil je jezelf dan wegen? Nou ja, op een nuchtere maag, wanneer je net wakker bent geworden en naar het toilet bent geweest, het liefst zo vaak mogelijk, aangezien je gewicht aardig kan schommelen. En omdat het zo kan schommelen, wil je van al die weegpunten een gemiddelde maken. Door er een gemiddelde van te maken, haal je namelijk een groot deel van die ruis, van die schommelingen, die niet zozeer te maken hebben met vet en of spier, haal je eruit en wordt het een veel duidelijker beeld. En hoeveel wil je dan ongeveer aankomen op wekelijkse basis? Ja, ongeveer 0,25 tot 0,5% van je gemiddelde lichaamsgewicht per week. Dus als jij 100 kilo zou zijn, zou dit maximaal 0,5 kilo per week zijn. Dit is niet heel veel en ik kijk daarom ook liever op maandelijkse basis. En dat zou dan ongeveer zijn 1 tot 2% van je gemiddelde lichaamsgewicht. Het opbouwen van spier is een langzaam proces. Dat gaat niet zo snel als het verliezen van vet. Dus hou je rekening mee. Dan is er ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen kunnen die wekelijks aanhouden. Daar is niks mis mee. Maar als vrouwen dit doen, een vrouw, als je vrouw bent weet je dit veel beter dan dat ik dit weet, heeft haar periode. En op wekelijkse basis is zij hormonaal gezien dan ook een ander persoon. Dus om dan week 1 met week 2 te vergelijken, waarin zij technisch gezien niet hetzelfde is, is ook geen eerlijke vergelijking. Dus als jij als vrouw zijnde de wekelijkse gemiddeldes wil gebruiken, dat kan. Je kan ook prima maandelijks doen. Vergelijk dan alleen week 1 van maand 1 met week 1 van maand 2. Want hier zit je ongeveer in dezelfde periode van je eigen periode en is de vergelijking dus ook een heel stuk eerlijker. En heel eerlijk, naast het bijhouden van je trainingsprestaties, zie ik ook het bijhouden van je gewicht als een hoeksteen. Moet het?
Nee, maar het is wel handig. Zeker in combinatie met de andere dingen die je nog kan bijhouden. Want wat je ook nog zou kunnen bijhouden is je omtrekken. Dus middelomtrek, borstomtrek, heupomtrek, bovenbeenomtrek, armomtrek. Als je zou willen, zou je zelfs je kuiten kunnen bijhouden. Want ik zei het net al eventjes bij gewicht. Het is niet altijd nodig om aan te komen als je spiermassa aan het opbouwen bent. Zeker als je net nieuw bent. En als jij dan ziet dat je gewicht ongeveer gelijk blijft, maar je merkt wel dat je sterk wordt in de sportschool en bovenbeenomtrek en armomtrek gaat omhoog, dan weet je wel degelijk dat je goed bezig bent. Want dan gaan de centimeters eraf waar je het wil en komen ze erbij op andere plekken waar je het ook wil. En dit zou je dus niet weten als je alleen maar naar gewicht kijkt. Dan een ander voordeel van omtrekken is dat het minder schommelt. Het gewicht kan echt 1 tot 2 kilo per dag verschillen, afhankelijk van wat je hebt gegeten, gedronken en gedaan. Maar omtrekken hebben dat een heel stuk minder. Daarentegen veranderen ze ook langzamer, ze schommelen minder, maar het gaat ook langzamer. Dus zou ik aanraden om dit op maandelijkse basis gewoon 1 keertje te doen. En deze is dus heel handig in combinatie met gewicht. Want zo kan je uiteindelijk zien waar het gewicht eraf gaat, maar ook waar het erbij komt. En aan de hand daarvan kan je weer bepalen of je er tevreden mee bent, ja of nee. Verder hebben we dan ook nog foto's en video's waar we naar kunnen kijken. Want vaak zien we de verandering zelf niet ontstaan. En is het pas dat als we de foto's naast elkaar leggen of video's naast elkaar leggen, dat we bij onszelf denken van, goh, ik ben wel echt aan het veranderen. Ik ben echt goed bezig. Daarnaast is het ook gewoon leuk voor later. Een van de dingen, ik zou niet zeggen dat ik er spijt van heb, maar een van de dingen waarvan ik wel had gewild dat ik het had gedaan, is aan het begin van mijn fitness journey meer foto's en video's te nemen. Ik heb er echt heel weinig en het is toch leuk om dat later voor jezelf te hebben. Dan, net zoals omtrekken, hoef je dit niet heel vaak te doen, aangezien dagelijkse foto's niet heel veel zullen veranderen. En zou ik dit ook gewoon lekker weer op maandelijkse basis doen. En opnieuw, ook het maken van foto's en video's is heel goed in combinatie met het gewicht dus uiteindelijk. Want zelfs als je gewicht stabiel zou blijven, kan je nog die foto's en video's naast elkaar leggen. En kan je daar technisch gezien uit opmaken wat je lichaamssamenstelling aan het doen is. En dan tot slot, het bijhouden van je lichaamsvetpercentage. Deze is echt onwijs lastig. De beste methode om dit te doen, en zelfs deze heeft een foutmarge, is de DEXA. Nou, als je dit wil laten doen, er zijn een paar plekken in Nederland waar het kan, maar dat kost heel veel geld. Dus als je het ervoor over hebt, dan zou je dat kunnen doen. Maar weet dat zelfs dat apparaat een foutmarge heeft van zo'n 4-5%. Andere, wat meer gebruikte manier om dit te doen, is een biameting. Heel waarschijnlijk heeft jouw eigen weegschaal dit ook. Dat zijn van die ijzeren streepjes, waardoor jouw weegschaal een schatting geeft van wat je vetpercentage is. En mogelijk ook wel spiermassa. Heb je die niet, dan heb je het misschien wel eens in de sportschool gezien, waarbij je een apparaatje krijgt wat je moet vasthouden met opnieuw die ijzeren plaatjes. Deze, nou, daar wil ik het eigenlijk niet eens over hebben. Die is echt rampzalig in het schatten van je vetpercentage. En heel eerlijk zou ik hem dus ook niet eens gebruiken. Maar goed, als je dan toch je vetpercentage wilt bijhouden, wat is dan de beste manier? En dan zou ik zeggen huidplooimetingen. En dan gaat het niet eens zozeer om het getal wat er uiteindelijk uitkomt. Want je doet een huidplooimeting op meerdere plekken. En op basis daarvan zou je een berekening kunnen maken die je weer een schatting van je vetpercentage geeft. Die schatting, die kan je gewoon links laten liggen. Ook die is weer niet heel accuraat. Maar het gaat om het daadwerkelijke getal wat je meet. Dus stel je voor je doet je bicep, dan gaat het erom hoeveel millimeter zit daar. Omdat op deze manier je wel weer kan zien, allereerst waar je het vet opslaat, als je vet aan het opslaan bent, en of waar je het aan het verliezen bent. Want ook dat kan uiteindelijk weer. En je voelt hem dus misschien al wel weer aankomen, maar ook deze is weer heel goed in combinatie met het gewicht. Want gewicht zegt weer iets over de totale massa, maar omtrekken, foto's, video's, vetpercentage, dat zegt meer iets over de samenstelling. Voeg die twee samen, ideale combinatie dus. En dat is ook precies waarom je er dus liever meerdere bij houdt. Want hoe weet je nu of je progressie maakt? Dan willen we uiteindelijk kijken naar de data die we hebben bijgehouden. En op basis daarvan kunnen we dan voorspellen, oké, hoe groot is de kans dat ik spiermassa ben aangekomen? Of dat alles wat ik ben aangekomen vetmassa is? Want stel je voor, je ziet dat je prestaties omhoog gaan, gewicht gaat omhoog, omtrekken gaan omhoog op de juiste plekken. Middel blijft ongeveer gelijk, maar bovenbeen en arm, die gaan wel de goede kant op. Ja, dan wordt het heel waarschijnlijk, en is de kans erg groot, dat je dus goed bezig bent. Dat je progressie aan het maken. Dat je spiermassa aan het aanmaken bent. En dit is een overduidelijke natuurlijk, maar wat als je gewicht niet wil, maar je ziet wel dat je prestatie vooruit gaat en huidplooimetingen op bepaalde plekken afnemen, dan kan je ook weer zeggen van, wacht even, gewicht blijft ongeveer gelijk, ga wel vooruit in de sportschool, vetmassa is aan het afnemen,
dat zeggen die huidplooimetingen, dan is het ook wel erg waarschijnlijk dat er wat spiermassa bij is. En zo kunnen we echt eindeloos combinaties maken. Maar laat het dus wel direct mooi zien waarom het handig is om meerdere dingen bij te houden. Want als je maar één ding zou bijhouden, dan zou het dus zomaar zo zijn dat je niet het volledige plaatje hebt. En hierdoor zou je dus weer ontmoedigd kunnen raken of veel te snel aanpassingen gaan maken die nu nog helemaal niet nodig zijn. En dan tot slot wil ik jullie ook nog eventjes laten zien hoe ik dan alles bijhoud. Want je zou technisch gezien gewoon je notities kunnen gebruiken. Je zou het ouderwets kunnen doen en alles opschrijven. Maar ik kies ervoor om Google Drive te gebruiken. Waarom? Deze is direct gekoppeld aan mijn telefoon. En aangezien ik hier ook mijn trainingsschema in heb staan, en die dus gebruik in de sportschool, vond ik het wel makkelijk om alles gewoon lekker op één plek te hebben. En dat brengt me ook gelijk op mijn trainingsschema. Jullie zien hier mijn huidige trainingsschema. Op basis van 5 dagen is het. En hieronder zien jullie ook mijn oude trainingsschema's. Dus ik zou in theorie kunnen terugkijken naar alles wat ik heb gedaan hiervoor. Heel handig, want mocht ik een nieuwe oefening in mijn schema doen, en ik heb hem in het verleden al gedaan, dan heb ik ongeveer een idee welk gewicht ik moet gebruiken. Dat voor mijn trainingsschema, dan heb ik ook nog een dataset 1. Deze is op wekelijkse basis. Hier hou ik dus mijn gewicht bij en ook mijn calorieën. Mijn weegschaal geeft dus inderdaad die percentages aan. Zijn ze accuraat? Nee. Maar toch schrijf ik ze op. Waarom? Weet ik niet. Dan dit gemiddelde neem ik mee naar dataset 2. En dat is allemaal op wekelijkse basis. Dus dan zie je gewicht, vetpercentage, gemiddelde calorieën. Maar er komen ook nog andere dingen bij kijken. Namelijk mijn gemiddelde stappen, mijn gemiddelde dagelijkse calorieverbruik, hartslag in rust en totale actieve minuten. Ik heb namelijk een Fitbit, dus ik krijg elke week een mailtje met een overzicht van mijn wekelijkse statistieken en die voer ik ook in. Ook dat is weer handige data die ik eventueel kan gebruiken. Dan maak ik van 4 weken een gemiddelde. Is een maand precies 4 weken? Nee, maar het is wel een heel stuk makkelijker. En je komt mooi uit op 52 weken. En er zitten wel 52 weken in een jaar. Dan dataset 3. Dat is dan weer alles op maandelijkse basis. En hier hou ik dus eigenlijk die omtrekken bij. Maar wat ik ook persoonlijk bijhoud, is meer voor mijn gezondheid, is mijn bloeddruk. En dan is dat eigenlijk hoe ik alles bijhoud. Mijn trainingsschema, dataset 1, dataset 2 en dataset 3. Dus op dagelijkse basis, wekelijkse, maandelijkse. Moet jij het ook op deze manier bijhouden? Nee, het was echt enkel en alleen als inspiratie. Je kan het prima in je notities doen of je kan het prima op de ouderwetse manier gewoon opschrijven. Maar dan was dat eigenlijk alles wat betreft het bijhouden van bepaalde dingen. Om zo op basis daarvan te bepalen of je progressie aan het maken bent, ja of nee. Maar wat doe je nu als je merkt dat je geen progressie maakt? Ik heb het al een paar keer tussendoor laten komen. Ja, dan moet je toch aanpassingen gaan maken. En die aanpassingen, daar gaan we het volgende video over hebben. Maar mocht je deze video nou leuk en handig hebben gevonden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je aan de hand van deze video nog vragen hebben, wat ik volledig kan begrijpen, ik ben best wel snel door aardig wat dingen heen gegaan, laat ze dan altijd eventjes achter in de reacties, want ik help je graag verder. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan misschien wel wat hulp gebruiken bij het spiermassa aankomen, vet verliezen en of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen, kijk dan zeker even in de beschrijving, want dan vind je een linkje naar mijn website en daar staat beneden op een coaching. Maar dat was dit voor vandaag. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.